zijn voor de eerste keer onderweg met de auto naar achter. Naar het oude huis. Je spiegel, hè? Ah, die boompjes staan precies op naam. En daar gaan de eerste boompjes. Wacht eens even! Meneer de opzichter heeft nog een idee. Je moet af en toe bijgestuurd worden, want anders dan nemen ze heel erg de binnenbocht, denk ik. De boompjes krijgen nog een extra stuurtje. Helaas. Ja, een heel klein stukje. Gaat goed. Nou, daar gaan ze hoor. Zoals je al ziet, is het huisje hier een heel ander zicht geworden. Nu alle boompjes. Nu alle boompjes eromheen al weg zijn. En die zijn ze dus nu aan het verslepen. Daar ligt nog een stapeltje die ook straks nog die kant op gaat. En we zijn nu nog aan de achterkant van het huis alle bomen een beetje aan het weghalen. Dus even kijken hoe ver zij ze weer zijn. Wow, ze hebben al een heel eind. Kijk, daar gaan ze. Het heeft hier gisterenmiddag en vannacht ook wel. En vandaag eigenlijk de hele dag een beetje gemiezerd. Af en toe een iets hardere bui. Dus zoals je ziet is het een beetje nat hier in het bos. Maar dat kan dat 4x4'tje wel aan. Het sportje wat je vooral ziet is van het slepen van de bomen. Voor de rest gaat het nog goed. Kijk, dit is ook wel even mooi om te laten zien. We hebben even nagezocht. We hebben hier een das in de bossen. Wat je hier ziet is het vroete graven spoor van een das. We hadden al eerder ook wat mest gezien waarvan we dachten, waar is dat dan van? Dat is dus waarschijnlijk ook van de das. Hier nog zo'n plekje. Nou, volgens mij, ik hoor aan de motor dat ze nu wat meer moeite hebben. Kijk, daar gaan ze. Nou, dan ga ik nog weer even wat boompjes weghakken. Ze zullen zo wel weer terugkomen voor lading 2. Nou, terwijl ik terugloop, zal ik jullie weer even een updateje geven. We zijn ondertussen ook al lekker aan het verhuizen. We zijn nu over een aantal dagen verspreid. Hebben we elke dag even één karretje gebracht met al wat spullen. Wat we nu niet direct meer nodig hadden in Roda. En we gaan. Oh, kijk, hier bleef hij net op achterhangen op deze stronk. En we gaan morgen en overmorgen gaan we echt alles verder overhuizen. Zodat dinsdag op woensdagnacht blijven Ellen en Barend dan nog in het huis slapen. Woensdag gaan zij weer terug naar Nederland. En woensdag wordt ons eerste nachtje in het huis. Dus we zijn lekker bezig. En ik ga hier aan de achterkant nog even wat boompjes hakken. Ik was lekker bezig met een bijltje. De dikkere bomen doen we met de zaag. Maar de dunnere boompjes die pakken we gewoon met een bijltje. Kijk, we zijn nu aan de achterkant van het huisje. Daar zijn nog allemaal van die kleine boompjes, dus die ga ik even met het bijltje weghalen.
En daar gaat weer een lading. Onze opzichten, bestuurder. Op. Ja, piespesas. Oh, hoi takje. Slipt die even? Nee, dat is voor kant niet meer. Gaat nog goed? Hallo. Gaat onze bomenstuur achter de auto aan.